Dames, heren, jongens, meisjes, welkom bij vandaag een gloednieuwe video. En vandaag wordt misschien wel één van mijn favoriete video's ooit. Ik kijk namelijk al een tijdje naar één persoon op YouTube. En dat is deze gozer. Hopelijk. Het is zaterdag en ik ga vandaag weer een roes najagen. Een lekkere roes. Ik ben goed geil. Ik heb zin in. En vandaag gaan we even een deep dive doen in zijn leven. Want dat is een bijzonder leven. Dat is wel het minste wat je kan zeggen. De echte naam van deze gozer is Bas. En Bas is 33. En hij is ervan bekend geworden. Want ja, deze video heeft gewoon 30.000 views. Dat hij nogal een bijzondere hobby heeft. Vind ik zelf. Namelijk wat hij doet. Hij werkt anderhalf jaar in een fabriek in Nederland, in Breda. En hij leeft zo goedkoop mogelijk. Om dan daarna een half jaar in Thailand te kunnen wonen. En daar echt alles te doen wat hij wil. Maar echt met alles snap je wat ik bedoel. Als in dat gewoon echt next level. Gewoon echt. En het mooie is, dat vind ik wel schitterend. Hij is over alles eerlijk. En hij plaatst alles op zijn YouTube kanaal. Hij heeft nu 2 seizoenen gedaan, dus 2 keer een half jaar. En je ziet gewoon ook dat hij in video's maken steeds beter wordt, waardoor die video's gewoon hartstikke leuk zijn om te kijken, dat je gewoon echt het hebben kan kijken. En het is allemaal prima. En hij heeft gewoon geen schaamte. Gewoon nul. Gewoon nul. Hij wil eigenlijk het liefst, wil hij een vriendin uit Thailand, waar hij alles mee kan gaan doen. Alleen, dat gaat een beetje fout de hele tijd. En daarom eindigt hij vaak met barmeisjes of prostituees. Wat hij overigens ook niet erg vindt. Maar hij vertelt gewoon alles. Gewoon alles. En wij gaan zo naar kijken. Maar hij vertelt gewoon echt oh. Voor de rest gebruikt hij allemaal middeltjes zodat hij lang in bed kan volhouden. Ja, het is echt lachen. Dat is echt mooi. En hij is op jacht naar de roes. De roes is zeg maar een soort van het perfecte moment. Die gewoon helemaal lekker. Helemaal lekker gaat. Deze video is trouwens gesponsord door Revolut. Mijn goede vrienden van Revolut. En zoals je misschien weet is Revolut de snelst groeiende bank van Nederland. Boom. Heerlijk. Dan zal je je afvragen hoeveel Nederlandse klanten hebben ze. Meer dan 800.000. Ik ben er één van. En zoals altijd hebben ze weer een leuke actie. Als je nu lid wordt via mijn link, dan krijg jij 20 euro gestort na je eerste pinbetaling. Je moet 1 keer betalen met pin. En dan krijg jij 20 euro gestort. Dat is ka-ching, ka-ching. Gratis geld. Jezelf aanmelden is ook helemaal gratis. Kan dus via de linkje beneden. Doe het al via de link. Anders werkt het niet. Je moet dus even via de link gratis aanmelden. Dan moet je 1 pinbetaling doen. En dan krijg je 20 euro. Holy, wat lekker. Revolut werkt via Visa Mastercard. Wat top is, want daardoor is het wereldwijd enorm vaak te gebruiken. En niet alleen bij fysieke winkels, maar ook online. Ja, en dit is ook gewoon top. Op het moment dat je online wilt shoppen, maar je vertrouwt de website niet helemaal, dan kun je een virtuele kaart aanmaken voor eenmalig gebruik. Dus in de app maak je dan een virtuele kaart aan. En dat zorgt ervoor dat je kaart met dat kaartnummer na 1 keer gebruiken, de keer dat jij het gebruikt, niet meer bruikbaar is. Dus zijn al je gegevens veilig. Ik heb het even gebruikt, wat ik echt top vind, is dat als je geld wil halen van je spaarrekening naar je betaalrekening om uit te geven, dat je even een kleine gezicht check doet. Dus als het zeg maar jouw geld is en het is een soort hele rare gozer die ineens denkt van ik wil even geld overmaken van een spaarrekening naar een betaalrekening om al zijn geld te stelen, kan dat niet. Want hij heeft waarschijnlijk niet hetzelfde gezicht als jij. En zo heb je nog veel meer features die je zelf aan en uit kan zetten. Denk aan een gambling blok, gebaseerde beveiliging, limieten en nog veel meer. Een gambling blok. Gambling blok? Een gaming. Zo. Een gambling blok. Een gambling blok. Een gambling blok is trouwens dat wanneer je dus op een gokwebsite geld stort, dat het automatisch geblokkeerd wordt. Nou, en ik weet dat er onder mijn volgers wel een paar mensen zijn die echt veel te veel wedden op die voetbalwedstrijd. Doe even normaal, joh. En verder heeft Revolut nog veel meer vette features, zoals dagelijks uitbetaalde spaarrente, geen extra kosten van omwisselen van valuta van maandag tot vrijdag, het overzichtelijk bijhouden van al je budgetten en een metalen kaart bij betaalde plannen. En die metalen kaart die moet je hebben. Dus Revolut heeft inmiddels meer dan 800.000 klanten in Nederland en wil je daarbij horen? Dat kan. Link in mijn beschrijving. Maak nu een rekening aan en na je eerste pinbetaling krijg je 20 euro. Dat is heerlijk geld verdienen. Zo blijven de rijken rijk, dames en heren. Goed, laten we beginnen met kijken. Korte introductie. Ik ben ready. Die is een gratis pilletje. Kijk, dit is dus een pilletje dat hij heeft genomen en dat is volgens mij dat hij het langer volhoudt in bed. Vind ik mooi dat hij gewoon met zijn zonnebril op staat. Kijk, ik ga niet zeggen. Maar eigenlijk is een soort Milo. En ik laat je gewoon meewerken. En dat 19-jarige meisje. Die is hier 11 dagen. Hij is dus daar met een 19-jarig meisje. Dat is wellicht wat aan de jonge kant. Maar goed, daar kan ik natuurlijk helemaal niks over zeggen. Maar ik ben iets jonger wel dan hij. Op zich is dat wel wat voor te zeggen. 11 dagen in zo'n 6 en 19 jaar. Nou, beter kun je niet hebben, toch? Wex, dan valt zo'n 6. Kijk, dat is dan. Hij filmt ook gewoon die chicks gewoon. Dat vind ik ook zo bijzonder. Dat is zo bizar. Ik vind het bizar. En alles was perfect. Dit is dus de day after. Dan gaat hij even vertellen hoe hij het heeft gehad. Dat kalispilletje werkte perfect. Knalde weer lekker door het condoompje heen. En uiteindelijk gingen we zonder condoom verder. Ben je trouwens onder de 16 of zo, dan zou ik dit misschien niet kijken. Kan wel, maar doe het dan wel stiekem. Nee, het gaat allemaal over een beetje dingetjes wat het te maken heeft met allemaal vrije. Dat soort dingen. Lekker door het condoompje heen. En uiteindelijk gingen we zonder condoom verder. Maar dat, als in, dit is wel, als in, kijk, ik heb natuurlijk wel eens gezegd dat de condoom, dat oh, weet ik veel allemaal. Maar stel je zou in Thailand zeggen, zou ik, als ik jou was, wel condoom gebruiken.
Dat zou ik wel doen, man. En deden we het daar maar nog een keer. En ja, dan hoef ik verder niks uit te leggen. Dan heb je gewoon een perfecte roes gehad. Perfecte roes gehad. Super, top. Als jij liefdesverdriet hebt, of wat dan ook. Nou. Als je dan een goede beurt krijgt, bam, ben je meteen genezen. Ben meteen genezen. En dat is precies wat ik nodig had. Kijk, dat precies. Hij had liefdesverdriet. En daarom had hij even een goede beurt nodig. En dat heeft hij gekregen en nu is van zijn liefdesverdriet af. Dat is het advies wat je nodig hebt, dames en heren. Maar goed, dan heb je dus een beetje een beeld over Happer NL. Over Bas. Nee, leuke introductie. Laten we het stapsgewijs aanpassen. Laten we beginnen bij seizoen 1. Dus de eerste keer dat hij naar Thailand ging. En ook dat heeft hij allemaal vastgelegd. Top. Ik ontdekte het nu voor het eerst. Je gaat naar binnen in zo'n bar. Er komt een leuk meisje bij jou zitten. Die gaat een gesprek met jou aan. Die zorgt ervoor dat jij de tijd van je leven hebt. En als jij de tijd van je leven hebt, dan geef je geen om geld. En dan bestel je een drankje voor haar. En dan bestel je nog een drankje voor haar. En dat levert natuurlijk geld op voor de bar. Dat vrouwtje probeert vervolgens jou zo te verleiden dat ze met jou mee mag gaan die avond. En daar betaal je ook weer een geldbedrag voor. Dus ik heb gisteren lopen observeren. En ik zag dus een dikke oude man. En die had een stuk of 5-6 tijgers om zich heen. En die had de tijd van zijn leven. En ik vroeg dus aan het vrouwtje met wie ik aan het praten was. Dat vrouwtje zei tegen mij, ja, die man die geeft geen f*** om geld. Hij wil gewoon plezier. Ik heb heel de avond naar die dikke oude man lopen kijken. En op den duur zat hij allemaal intens te zoenen met hele mooie... Ik vind het mooi, want hier aan het begin zie je nog dat het voor hem is echt nieuw. Hij is nog helemaal een soort van preuts en een soort van helemaal niet door dat, ja, wat er gebeurt en hoe het in elkaar zit. En dat vind ik schitterend. Dat vind ik zo mooi. Dat vind ik met name mooi, want het dingetje wat ik net liet zien, daar zie je gewoon dat is helemaal omgeslagen. Als in, hij is nu die dikke man. Lees je niet in. Overal staan een stuk of 10 vrouwen voor die barren. Jou aan te kijken, de hele tijd dat handje. Handsome man. Dus als jullie afvragen waar mijn zelfvertrouwen vandaan komt. Iedere keer is mijn reactie hetzelfde. Ik loop door naar de volgende bar. En ik loop zo al die barren voorbij zonder een bar in te gaan. En dan loop ik een rondje en dan kom ik weer uit op de boulevard. Het schrikt mij af, het werkt averechts voor mij. Hier werkt dit nog averechts voor hem. Als mensen zijn handsome man, dat wil hij absoluut niet. Hoor je hier straks geluiden? Het zijn allemaal kleine kamertjes hier. Wordt hier flink wat afgetipst. Ik hoor soms geluiden, daar ben ik onder indruk van. Oké, ik blur dit even, dit geluid. Als het niet blur, maar ik dit geluid doe ik even uit. Hoe doet die man dan? En lang? En nou, in ieder geval, dit is wel een bizar leven. Holy shit, nou. Ik probeer dat niveau te evenaren, maar dat op den duur... Ja, hoe vertel je dit zonder dat het al te ongemakkelijk wordt? Op den duur, dan ben je klaar, weet je wel. En, maar ik hoor soms een uur lang iemand uit elkaar getrokken worden. En het ging al een keer door mijn hoofd heen. Van, gebruiken die mensen Viagra of zo? Dat en nu wel. Kwam ik dus een verkopertje tegen. En die zat allemaal Viagra gels te verkopen. En ik heb nou 2 Viagra gels. Hij geeft het gewoon toe. Dat vind ik zo mooi. Ik vind het echt schitterend. En nu probeer ik dat niveau te evenaren. Goed, in ieder geval. Dit was Bas dus eerst. Hartstikke van allemaal nieuw. Allemaal fantastisch. Maar hij heeft de tijd van zijn leven gehad. Dan gaat hij terug naar Nederland. 1,5 jaar werken. Om dan dus weer naar Thailand te gaan. Een meisje komt naar je toe. Geef je haar een drankje. 220 baht, 5,40 euro. Nou, prima. Ja, dan toont ze interesse in je. Bezorgt ze jou een leuke dag. Leuke avond, gaat ze jou een beetje aan je nek lopen hangen en dat soort dingen. Nou, heel leuke nadeel, maar het was geen freelancer. Het was dus geen freelancer. Dat houdt dus in, als een chick bij een bar is en dan gaat ze helemaal om je hangen en helemaal leuk doen, dan betaal je allemaal geld voor haar en dan verdient die bar aan. Maar als ze dus een freelancer is, kan ze ook met je mee naar huis. Is er geen freelancer, gaat ze niet met je mee naar huis. Dus dat is een beetje het ding. Freelancer. Zo schitterend ook. Je bent vrijgezel. De eerste maand in Bangkok. Ja, was niet veel. Ik moet nou eens even wat risico nemen. En ik ga hier echt niet even een normaal meisje vinden. Hier zo in Pattaya. En ik weet dat er heel veel experts zijn op dit gebied. En ik nog maar een beetje een newbie ben. Dat klopt. Aan het einde van de avond ging ik langs de boulevard. Stond helemaal vol met freelance. En ik heb dus uiteindelijk een freelance mee naar huis gebracht. Naar mijn hotel. En ik heb echt een geweldige avond gehad. We zijn met haar motorbike naar mijn hotel gegaan. En dan begint het gesprek al op de motorbike. Je hebt een leuk gesprekje. En ik dacht van, oh, direct is meteen erop en eraf. En je bent 38 euro lichter. 38 euro is echt helemaal niks, hè. Holy shit. Ik ben op het balkon, heb ik een jointje gerookt. Hebben we 2 uur staan kletsen. Uiteindelijk heb ik gewoon een hele mooie, leuke avond gehad met haar. En ze heeft me gewoon een hele goede ervaring gegeven. Ze heeft alles gewoon goed gedaan. Op een gegeven moment vergat ik gewoon dat ze het voor het geld deed. Voor mij is het experimenteel. Ik ben een beetje op mijn hoede. Ik heb een kick gehad. Ik heb echt een roes. Een korte roes gehad. Een kick. Een piek. Soms heb je nodig een piek in je leven. Soms heb je gewoon een goede beurt nodig. Dat is die piek die je af en toe nodig hebt. Die je in het begin van je relatie hebt met je vriendin en daarna nooit meer. Zo'n piek heb je af en toe nodig. Een roes. Een kick.
dames en heren. Onthoud dat. Een kick, een roes, een piek. En zo'n piek heb ik gekregen. En nu kan ik de hele tijd weer zo'n piek najagen. Oh, ik moet weer zo'n geweldige ervaring. Maar ik heb al meteen van, ja, beter dan dit gaat het echt niet worden. Want dat is dus het gevaar. Als jij dan de hele tijd die roesjes gaat najagen en daar verslaafd aan raakt. Dan ben je zo aan het einde van de maand door heel veel geld heen in korte tijd. Ik dacht oprecht, hij gaat nu zeggen, dan word je niet gelukkig. Iets niet richting, maar hij zou dit wel willen, alleen kost heel veel geld, dus daarom wilde hij het niet. Dat is dat, oké. Okay. Herman de Brood kon elke chick krijgen die hij maar wou, maar hij had een abonnement op de prostituees. En hij zei van, een prostituee gaat verder waar de psychiater stopt. Oftewel, een prostituee geeft je wat je echt nodig hebt, soms. Gewoon een goede beurt. Daarnaast, als je kijkt naar profvoetballers, artiesten, ze gaan allemaal naar de prostituees. Albert, hier moet ik wel even ingrijpen hoor. Hier grijp ik toch echt in. Dit is niet waar. Dit is niet waar. In ieder geval, als ik voor mezelf spreek, is dit niet waar. En ze kunnen elke chick krijgen die ze maar willen. Dat betekent... Dat is wel waar. Goed, hij is er hier dus achter gekomen hoe leuk het is om met een prostituee te zijn, want die gaat verder waar een psychiater ophoudt. Ze praat met je en dan doet ze nou ook andere dingen dan praten. Dat is in principe wat hij zegt. Dus dit was het begin van seizoen 2. Deze video heet Ik snap het nut van barmeisjes niet. Om jou een leuke avond bezorgen in een café of in een discotheek, maar uiteindelijk kun je ze niet mee naar huis nemen. Tenzij het een freelancer is. Ik haal juist die voldoening uit die freelancers. Ja. Die geven mij die roes en die kick. Ik heb liever dat ik gewoon dan een normaal iemand tegenkom. Dat ik een kans heb om een relatie te kunnen krijgen. Maar met een barmeisje ga je geen relatie krijgen. Nee. Dus ik snap dat niet echt. Maar misschien zie ik het verkeerd. Ik was ook heel bevoordeeld over freelancers. Ik dacht ook dat ze erop en eraf. Maar dat is helemaal niet zo. Sommige barmeisjes zijn ook freelancers. Maar dat weet je niet van tevoren. Dan moet je eerst een bar binnen gaan. Lastig. En dan ga je heel weet niet welk barmeisje een freelancer is en niet. Welke je dus mee naar huis kan nemen en welke niet. Ja, dat is oprecht wel een probleem. Het is wel mooi dat hij gewoon in dezelfde shirtjes. En die bril. Die bril, die is snel. Kijk, zie je allemaal tussenstukjes. Gewoon top. Het zijn gewoon een soort, dat vind ik, het zijn gewoon letterlijk een soort van die vlogs. Het is gewoon een vlog van een chick waar je naar kijkt, deze shots. Dat is wel schitterend. Een soort Casey Neistat, maar dan dat hij op zoek is naar prostituees in Thailand. Wat heeft hij hier gekocht eigenlijk? Ik dacht dus mijn nieuw speeltje uit te proberen. Kleine camera. De 360, de nieuwe, maar moet opgeladen worden helaas. Het is hier zo ontzettend mooi. Het is echt prachtig hier. Echt prachtig. Pattaya, het mannenparadijs. Hoppa, kijk jongen, beast! Zo. In deze video gaat Bas naar Soy 6. En Soy 6, dat is een straat vol met... freelancers. Dan weet je wat ik bedoel. Ik denk dat hij freelancers zegt, omdat je dat andere woord kan je misschien niet gebruiken op YouTube. Dat is misschien gezeik. Daarom zet hij natuurlijk freelancers. Hoe kom ik hier nu pas op? Hier komt met iemand lekker bezig. Hier heb je 25 euro voor een freelancer. Hopelijk maakt het wel aangenamer nu je vriendin er even niet is. Gewoon doen, je leeft maar één keer. Dit is een bekende straat wat veel gefilmd wordt op YouTube. Wat veel bekeken wordt. Maar ik ga er even doorheen lopen zonder camera. Om even te ervaren wat het nou precies is en hoe het is en hoe het in zijn werking gaat. Oké, ik heb het einde van de straat gehaald. En dit is wel heel extreem. Dit is wel heel extreem. Als je door deze straat gaat, meiden raken je aan. Nu weet ik waar al die mannen die lekkere wijven vandaan halen. Dat is waarschijnlijk in deze straat. Maar het is ook wel een beetje too much, hè? Het ging op een gegeven moment steeds sneller lopen, weet je wel. Dit is weer die roes, die kicks die je dan najaagt. Ja, ik kan het weer een keer doen. Ja, ik heb in het begin al zo'n periode gehad, maar blijf ik hiermee doorgaan, ja. Ik heb 2 dagen geleden de Tjoemel gezien, dus ik laat hem maar even aan me voorbij gaan. Het is wel leuk om een keer te filmen. Ik heb gewoon het gevoel dat ik een doodlopende weg inga als ik de hele tijd ga doen. Die roesjes ga najagen, die kicks ga najagen. Dat is gewoon een doodlopende weg. Ik heb net even boodschappen gedaan. Hier is het gaat echt alle kanten op. Ik vind het dus dat heeft aan de ene kant wel dat hij dus heeft van ik ga hier echt heen om de tijd van mijn leven te hebben. Aan de andere kant is hij toch ook wel een soort van verstander of zo. Ik vind het wel een mooie... Ja, ik vind het wel mooi of zo. Het is nou toch wel 24 uur per dag open volgens mij. Je gaat hier weer door Soy 6 heen. Je merkt toch wel dat dit is de 2 keer dat hij door Soy 6 heen gaat. Dat vind ik eigenlijk best wel leuk. En volgens mij, hij had dus in vlog 195 ging hij de eerste keer naar Soy 6. Vlog 196 ging hij door Soy 6. Met de elektrische fiets. En in vlog 197 gaat hij voor het eerst filmen in de straat. Dus hij vond het blijkbaar dus toch wel interessant, hoor ik zo. Hij gaat nu dus door die straat heen lopen. Holy... Hij blurt ook niet meer. Er lopen daar ook gewoon gasten. Holy shit. Er staan allemaal mannen ook daar. Dan zie je vent daar staan, dan word je er ook niet goed. Oh, ze zijn bij zijn zo, we gaan met me mee.
Jezus, ik vind het wel heavy, man. Holy shit. Zo raar. Dan raak je gewoon aan, man. Dat is echt te weird gewoon. Bro. Ik vind dit koud al raar. Ik vind het echt bizar. Je loopt dan gewoon en je wordt letterlijk aangerand. Dat heet ook grensoverschrijdend gedrag in Soy 6. Goed, de vlog erna op stap in Soy 6 met 130 euro. Oké, okay, dus nu 4 vloggen achter elkaar in Soy 6. Dus ik stond nog een keer voor die straat even te bedenken wat ik zou gaan doen. Toen kwamen er twee meiden aanlopen en eentje die klampte mij al vast. En ik heb er gewoon laten meesleuren. Ik vond het wel prettig, want ik vond haar er leuk uitzien. Ik heb een leuke avond gehad, ik heb een geweldige avond gehad. Ik heb het ook nu ervaren, ik heb het kunnen observeren. Ik heb 400 baht vee betaald aan de bar. Ik heb 1000 baht aan haar betaald om mee naar boven te gaan. Daarna zijn we weer terug naar beneden gegaan, hebben we weer een drankje gedaan. 4 op een rij gespeeld en heel de avond was zij mijn vriendinnetje. Even voor de duidelijkheid. Hij gaat dus naar Soy 6, de straat van alle freelancers. Dan gaat hij een bar in, dan betaalt hij 400 baht. Dan gaat hij boven. Voor 1000 baht gaat hij even lopen. En dan komt hij terug en gaat hij 4 op een rij spelen. Bro, deze gozer heeft een fantastisch leven. Een beeld van haar. Met mijn telefoon sta ik ook op. Beetje kleffy en beffy, ongemakkelijk. Maar dit is het enige beeld wat ik heb. Je mag daar binnen niet filmen. Dus heb ik met mijn telefoon wel iets kunnen doen, maar that's it. Even een man de tijd. Holy shit. 105 euro lichter. Ik kwam al met die instelling erheen. Ik ga met 130 euro opstap. Dat is een hoop geld. Maar dan hoef ik nergens naar te kijken. En dat heb ik gedaan. En ik vind het prima. Het is prima zo. Nou, top man. Halper heeft een top avond gehad. Die vrouw waar die mee was had wel nog een beugel. En ze deed een soort beweging van, nou die hebben we wel gezien, die beweging. Dat lijkt mij niet heel lekker man. Dan hoop ik wel dat hij alles beneden geschoren heeft. Anders is dat echt een hele pijnlijke ervaring geweest. Oké, okay, hier is het tijd voor een date. En dan gaan ze naar het waterpark. Dat is wel fantastisch. Dit is een topdate. Jongens, dezelfde chick. Ik vind het gewoon leuk dat ik even een activiteit doe. Naar een waterpark ga. Met een woest aantrekkelijke jonge tiger. Helemaal niks mis mee. Hartstikke leuk. Gewoon lekker van genieten. De ultieme reiservaring is: ontmoet iemand uit de cultuur. Word daar intiem mee. En ga wat leuks doen. Laat de stad zien. Of ga naar een waterpark of wat dan ook. Tuurlijk. Even lekker wat leuks doen. Even lekker samen naar een waterpark. Nou, als hij dat top vindt, is dat helemaal fantastisch. Ik vond het wel net wat ongemakkelijk. Maar goed. Wie ben ik? Kijk, dames en heren, hier gaat het dus helemaal fout. Stom dronken in Pattaya. 600 euro kwijt. Ik heb een verschrikkelijke kater. Ik heb een verschrikkelijke kater. Er zit toch een of andere Rus in mijn bed. Ik heb gekeken naar mijn bankrekening. Uh-oh. Ik ben in totaal 20.000 baht kwijt. Dat is echt meer dan 500 à 600 euro. In één avond. Ik weet niet waar al het geld is gebleven. Ik weet niet wat ik allemaal heb gedaan. Oh. Ik denk dat ik gewoon los ben gegaan en gewoon enorm veel drank heb besteld. Ook gewoon Smirnoff en gewoon sterke drank, weet je wel. Rooi vodka Red Bull. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet waar ik al dat geld heb uitgegeven. Ik weet het niet. Ik ben nog helemaal aan het bijkomen. Die rust die in mijn nest ligt, die ja, is ook niet echt een supermodel, zeg maar. En als ik een beetje zie, als in, voor mij heeft hij niet de allerhoogste standaard. Dus hoe lelijk is die Rus? Even serieus, ik hoop dat hij nog gaat laten zien, maar dat weet ik niet. Dus ik ben helemaal teleurgesteld in mezelf. Oh, ik nee. Ik weet niet wat ik nou moet doen. Ik weet niet, mijn iPhone deed het niet meer. Die is nou gefixt. Mijn iPhone doet het weer. Ja, mijn waterpistool ben ik ook kwijt, maar dat boeit echt geen zak. Ja, dus waar ik het meest van baal momenteel is dat ik 500 euro kwijt ben. 500 à 600 euro ben ik kwijt in één avond. En ik weet niet waar ik dat geld allemaal heb gelaten. Ik weet het niet. Gewoon dom, stom dronken. Ik heb een geweldige avond gehad, echt waar. Super vette avond, alleen ja, ik ben gewoon te dronken geweest. Te dronken. Bas. Waardoor ik nu 500 à 600 euro kwijt ben. Dit is eigenlijk een soort geo breakup vlog. Maar dan de halper editie in Thailand. Maar het is een beetje dezelfde vibe. Die Rus die in mijn nest ligt, die is ook niet echt een supermodel, zeg maar. Halper, normaal gesproken weer altijd zo positief. Je hebt een mooie avond gehad. Je had ook nog eens een mooi verhaal in over. Geld is tijdelijk, ervaring voor altijd. Kopje omhoog. Zo een positieve comment. Reageer Bas daarop. Halper, alsof ik niks van mijn leven probeer te maken. Schandalige opmerking. Ik heb er ook wel even een beetje genoeg van die freelancers. Voor mijn gevoel ben ik wel een beetje klaar mee, maar ja,
Waarschijnlijk krijg ik na 4 dagen weer zin. Ik ga nu gewoon lekker aansterken, veel sporten, goed eten, goed voor mezelf zorgen. En niet veel later, nog 10 vlogs later, was hij helemaal klaar mee. De boobies. Ik deed het boer voor de boobies. Dit is een freelancer waarmee ik heb afgesproken. 25 euro, 1000 baht. En ja, ik deed het puur voor de boobies. Het zijn natuurlijke boobies, daar stond ik van te kijken. Ik dacht dat ze nep waren. Maar ik heb daar van volle teugen van genoten. Dit is zulke slappe mannenpraat. Dit is wel slappe mannenpraat, Bas. Eerlijk is eerlijk. Oké, dit was dus die Rus die mij liep te stalken en die heb ik in... Dit is die Rus! Dat is geblokkeerd. Die heb ik ook 1000 baht voor betaald. Ik heb gezegd dat ze super lelijk was. En dat, ja, ik vind haar gewoon niet niks. Ik vind haar niks. Beetje een apart gezichtje. Ik kan het niet zeggen, man, Bas, tegen zo'n Rus. Dat kan niet. Zij lijkt trouwens niet per se echt op een Rus. Dat ze een apart gezicht wel mooi. Echt een Rus verwacht. Ik kan gewoon 20 platen in me aanschaffen voor een paar euro per maand. Die 601 likes in de wacht. Trouwens, als jij premium Tinder wilt, Tinder Gold, dat kan je kopen via ikwildegoed.nl. Ik zou het daar zeker kopen. Daar is het voor mij 40% goedkoper als je het via Tinder zelf koopt. Dus sla je slag. Je zou je afvragen, Koen, waarom heb je voor deze volgende scène helemaal omgekleed? Nou, ik moest even bijkomen. Maar ik ben weer helemaal terug. We hebben nu een ene kant van Halper gezien. En het was helemaal top en gezellig. Richting het einde van zijn tweede seizoen in Thailand. Ja, dan draait het ineens. En dan wordt het echt ineens. Hij krijgt meer zelfvertrouwen. Hij krijgt meer vertrouwen in hoe alles werkt daar en zo. En dat laat hij ook wel merken. Wat we hier zien is de freelancer waarop hij verliefd wordt. Kijk. Free. 3. Ik weet niet waarom we nu... Oh, bedankt voor de donatie. Er komen de namen in beeld die gedoneerd hebben. Kijk, dat is wel top. Kom, maar dan weet je het dus nu. Bas is verliefd. Hij is helemaal in love. Een goede ervaring van een barman in... Ja, ik wil nog wel even wat sappige details vertellen natuurlijk over dat barmeisje. Daar wacht ik op. 2000 baht aan haar en 500 baht barfee. Dat is 63 euro totaal. En ik zat wel met de veronderstelling van... Nou, dan moet ik er maar even goed van nemen. En dan waarschijnlijk is ze diezelfde avond gaat ze weer terug. Maar ze bleef dus slapen, dat wist ik dus niet. Oh, gezellig. En ik ben er ongemakkelijk content 2 keer overheen gegaan in die avond. En dus de volgende dag weer een keer overheen gegaan. Dus okay. In totaal 3 keer overheen gegaan. Ja, top. Nou, dan hebben die 2000 baht wel uitgehaald. Dan ben je super verzadigd. Dus het is me allemaal heel erg meegevallen. Het is me juist allemaal heel positief bevallen. Ik heb weer het... topdag gehad. Een topavond. Ik heb me kunnen uitleven. Ik heb ook zo'n mooie grote spiegel. Ik ben nu bereid om wat meer te betalen voor jonge vrouwen. Ik heb er een keer eentje afgewezen van 19 jaar voor 2000 baht. Dit is dus een pareltje die ik tegenkwam op Tinder. Achteraf gezien was dat super dom, want de jongere vrouwen die zijn vaak het aantrekkelijkst. Ja, dat is gewoon het ultieme genot. Het ultieme seksueel genot. De natuur wil dat jij je voorplant bij vruchtbaar. Die Camagra heeft ervoor gezorgd dat ik even... Hij gebruikt nu dus Camagra. En Camagra is een druk wat helpt dat je alles lekker werkt. Zeg maar, laten we daarop houden. Sophia, gaan we naar anders. Een keer los kon gaan. Anders was dat maar nooit gelukt. Zonder dat spulletje met condoom 3 keer eroverheen. Snap je wat ik bedoel? Het werkt. Alleen, het is niet gezond voor je, dat geloof ik niet. Maar, je bent hier nou toch en je wilt even ervan nemen. Maar ik krijg altijd zulke maagzuur ervan. Hè? Dat is een bijwerking. Daar krijgt niet iedereen last van, denk ik. Maar ik wel. Ik krijg altijd... Heel erg maagzuur ervan. En het is wel heftig spullen, hoor. Dat Camagra. Je voelt het ook een beetje in je hart. Mijn hart kleppen. Hij neemt dus iets om zeg maar een beetje, dus dat hij wat vaker overheen kan. Daardoor heeft hij last van maagzuur. Last van zijn hartkleppen, last van zijn longen. Hij heeft overal last van dat hij iets meer kan seksen. Dat is toch bizar. Er gebeurt iets met je hart of zo, maar hij doet het wel goed, hè? Ik kan niet slapen, ik heb een stuk of 5 bier op. Ik heb Camagra op, dus ik zit met een half stijve lul. En ik heb een halve joint gesmoked. Ik moet echt gewoon bekomen nu. Ik moet gewoon bekomen, ik vind het zo kut dat ze er nu niet is en dat ik moet wachten tot 2 uur s'nachts. Wat een kutstreek is dit. Wat een gemeen streek. Ik heb nu die lekkere roes. Hij heeft nu die lekkere roes en is hij alleen. Dat is verschrikkelijk. Even medelijden voor Halpen. Hij heeft nu net die lekkere roes. Heerlijke roes, die high, die kick. En is hij alleen. Dan moet hij tot 2 uur wachten. Ja, dat is een typisch kutstreek. Ja, dat hoort er ook bij. Dat je gewoon perfect dronken bent en perfect stoned en perfect getimed die Camagra. En nu is alles zo, zeg maar, uit ritme. Uit ritme. Heel vervelend. Heel vervelend, jongens, dus let daarop. Maar goed, jullie merken het al, hij wordt wat zelfverzekerder. Hij heeft nu door hoe het werkt. Dat Thaisige kreun, dat is zo... Dat gaat door merg en been. Dat Thaisige kreun, dat is echt een taal. Ik versta het niet, maar ik voel het wel. Het leven is net ecstasy. Hoe vaker je het doet, hoe minder je ervan voelt. Kijk, het leven is ecstasy. Hoe vaker je het doet, hoe minder je ervan voelt. Het leven is ecstasy. Vlog 239. Ze is leuk.
Ze vroeg 2000, toen zei ik 1500. Oké. Okay. Toen zei ze akkoord. En dan 500 barfee, dus totaal 2000 baht, 50 euro. En ze is weer met mij mee naar huis gegaan. Kijk, kijk. Wat een gezelligheid. Peace, peace. Bit, nee, little bit. Little bit, spreek little bit Engels. Tree. Ik hoop dat Hopper zijn liefde vindt hier. Ik hoop het echt. Kijk, ze is leuk. Is natuurlijk wel een leuke vlog. Want hij begint een beetje lieve laffy-taffy. Maar uiteindelijk zijn we op zoek naar vlogs zoals deze. Op jacht naar een dikke roes. Die dikke, dikke roes. Het is nu 4 dagen later sinds ik een goede beurt heb gehad. Okay. En we gaan er weer helemaal voor, jongens. We gaan er weer helemaal voor. Ik ben een biertje aan het drinken. Ik ben me mentaal aan het voorbereiden. En ik heb mijn Camagra in mijn portemonnee. Kijk. Als ik 100% zeker weet dat ze met me meegaat, ga ik even naar het toilet daar. Neem me die Camagra in. Laat ik hem rustig om inwerken. Ga ik een beetje poelen. En dan, ja, weer mee naar mijn hotel. Kijk. Is dat dezelfde? Ja, hè? Ah, nee, nee, nee. Ik kan een beetje poelen. Jezus man, wat een slechte bal. Nee, nee. Niet de zwarte bal. Mag op, is al bij de zwarte bal. Wint ze nou? Lucky. Lucky. Ze wint gewoon. Ze wint gewoon. Kijk, hier zie je wel een echt liefdespel. Oh, hij is echt zo geil als een beer, man. Kijk, druk op die lift. Door open, man. Hij is ook aan het gutsen. Ik doe ineens niet meer aan barfee. En er is helemaal niemand, dus ze kan gewoon weggaan. Ze hebben gewoon personeel zat. Maar ze doen er ineens niet meer aan. Dus ik moet tot 2 uur 's nachts wachten totdat de bar dicht gaat. En dan kan ze naar mij toe. Dus heel vervelend, maar uiteindelijk krijg ik toch wel mijn zin. En zij ook. Dus als je weet, Hopper is helemaal verliefd. Maar alles komt een eind. Ik zie hier een video en dit is oprecht verdrietig. Hij heet mentaal gebroken in Pattaya. Dat is verschrikkelijk. De poes die ik had gehad, die kwam als een boemerang terug. Maar dan helse pijn. Van een helse piek naar een helse pijn. In een tijdbestek van 2 weken of zo. Ik kon niks met die gevoelens. Ik liep ermee te worstelen. Ik liep ervoor weg, voor die pijn. En uiteindelijk zat ik in die bar en ging ik het met leden ogen aanzien. Even voor de duidelijkheid, hij heeft liefdesverdriet over die freelancer. En dat is verschrikkelijk. Want het blijkt dus dat zij ook met andere mensen dingen doet. Ja, dat je zou het haast niet zeggen. Nee, laat het maar gewoon voor mijn ogen gebeuren. En dan is die klap keihard, maar stap je er ook sneller overheen, denk ik. Wastafel, douche, toilet. Kijk, en dit is gewoon leuk. Kijk, dit zit gewoon perfect in elkaar. Dit is gewoon top. Ik Hoppa. Mis gewoon liefde in algemene zin. Kameraadschap, leven in een gemeenschap, liefde van een vrouw. En dat is de prijs die ik betaal voor het ondernemen. Ik ga op reis, ik daag mezelf uit om om de dag een video te maken. En ik ben daardoor heel vaak en lang alleen. En dat vreet mij langzaam op. Ah. En nu, aan het einde van de rit, komt dat even hard aan. Een mentale breakdown. En wat willen mensen daar een gram uithalen? Wat willen mensen dat graag geloven? Dat ik hier naar Pattaya ben gekomen om op zoek te gaan naar een vrouw. Want als dat waar zou zijn, dan zou ik natuurlijk ontzettend dom zijn. Ik heb gewoon even verloren van mezelf. Ik ben er gewoon ingetrapt met vol teugen. Ik dacht echt dat ze me een beetje leuk vond. En dat ik het 3 keer op een avond kon doen, voelde ik mij speciaal. Dat ze met mij naar het strand wou in de vrije tijd, daarmee voelde ik me speciaal. Snap je? Het is echt, je moet het meemaken om het te begrijpen. Ja. Het was even een stuk anders dan die andere freelancers en barmeisjes. Maar hij vertelde ze eerst over dat hij dus niet verwachtte vrouw, maar ik neem daarna wel dat hij een soort van verliefd was. In ieder geval, het gaat niet goed met Hopper. Eigenlijk is hij een beetje alleen. En dat is natuurlijk kut. Niemand moet alleen zijn. Dan moet ik zeggen dat een half jaar in je eentje naar Thailand gaan, is de kans natuurlijk wel aannemelijk dat je even alleen wordt. Maar dat weet je niet als je het niet doet. En Hopper probeert het, dames en heren. Hij doet wat jullie niet durven. En waarschijnlijk ook niet willen. Dat is wel het grootste. En ik ook niet wil. Wat heel veel mensen niet willen. Maar hij wel doet. En dat vind ik wel leuk dat hij doet. Een paar vlogs geleden een reactie van iemand dat ik zeg maar een soort van me moest verdiepen in die prostituee en waar ze vandaan komen en bla 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 bla. Ja. Oftewel dat ik medelijden zou moeten hebben met een prostituee. Het zijn ijskoude vrouwen die gewoon met jou intiem kunnen zijn en vervolgens jou ijskoud langs de kant zetten. Ik heb meer medelijden met de westerse man die uit pure liefde, goedheid, geld overmaakt aan de Thaise vrouw. Uit pure liefde en goedheid. Het is
En alleen liefde en goedheid wat de Russische man doet. Ik heb een 20 jaar aan haar geslagen, want dat is het aantrekkelijkst. De ongemakkelijke waarheid. Oké. Okay. I don't give a sh. Dan gaan we naar boven. Dan gaan we naar boven en dan gaan we de liefde bedrijven. We praten het hier op Zaya. Prachtig. De pillen niet vinden. Kan pillen niet vinden, oké. Okay. Proost. Ik heb geen beurt gehad. Huh? Omdat de tent ging sluiten. Wat? Ik ben net aan het drinken en in één keer gaat het sluiten. En dan ben ik te laat. Jezus. Dat is al de tweede keer dat mij dit is overkomen. Maar ik ga nu gewoon naar Walker Street. En ik ga geen domme dingen doen. Ik ga niet iemand hier zo langs een strandpad oppikken. Want dan maak ik altijd de verkeerde keuze. Oké. Okay. Dat ga ik niet doen. Oké, okay, ga ik niet doen. Hij zit nu in de club. Oké, okay, bro. Peace. Peace. Can you see this? Ik ga niet voor je liegen, maar deze vrouw is 75. Ze is hier vanochtend weggegaan. Is ook wel eens fijn als gewoon iemand heel de nacht blijft slapen. Ja. Dat is gezellig. Dat vind ik leuk, want ik ben nogal eenzaam en kwetsbaar hier af en toe. Ik heb vanavond afgesproken met die 20-jarige. Die komt naar haar werk. Hier naartoe. Kijk. Of ik ga haar oppikken en dan moet ik even kijken. En dan ga ik er ook weer gewoon helemaal voor. Kijk. Ik neem er nog even van die laatste. Dan knal je er gewoon doorheen. Die rouge, die kick. Top. Maar dan, dames en heren, komt de allesbeslissende grote vraag. Heeft hij een SOA? 6 maanden lang is hij losgegaan in Thailand. En nu is de grote vraag. Ja, komen er nog gevolgen van? Of heeft hij echt geluk gehad? Daar gaan we nu achter komen. Ja, ik snap dat jullie het spannend vinden, vind ik ook. Ik weet het ook niet. Het is nu 1,5 week later en ik ben wel benieuwd naar de uitslag. Ze zouden me bellen, maar ze hebben nog niet gebeld. Dus ik ga eens even een poging wagen. Met Lucie, goedemorgen. Hallo Bas Visser, hoi. Ik heb een vraagje. Ja? Ik heb 1,5 week, 2 weken geleden een SOA-test gedaan. En ik ben benieuwd of jullie nog iets hebben gevonden. Ik ben heel benieuwd naar de uitslag. Wat is uw geboortedatum? 28 december 1990. Daar is niks uitgekomen. Is een goede uitslag. Is een goede uitslag. Nou, kijk, dat vind ik fijn om te horen. Dan weet je voldoende, denk ik, hè? Ja, dat is alles wat ik wil weten. Hartstikke bedankt. Kijk nou! Yo, dag. Ja, alleen, het moet nou niet zeg maar een soort van een teken zijn dat ik het vaker zonder kan doen. Nee, inderdaad, Halpertje. Maar goed nieuws. Hij heeft geen hip. Dat is oprecht wel top. Mensen, jullie bedanken voor het kijken. Ik vond het een bijzonder verhaal. Een bijzonder avontuur. Ik heb er eigenlijk niet meer woorden aan. Dat is het. Dank voor het kijken naar deze video. Open de rekening via mijn beschrijving. En krijg je eerste betaling €20 van Revolut.